Yo, kijkers van IMT, we hebben ook een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. We gaan even kijken als we weer een paar achievements kunnen fixen. En ik wil heel langs maar naar dit kant van het park toe. Dus we gaan eens even kijken wat er hier weer is gebouwd. Wat is dit? Oh, een nachtdierenhuis. Aha. Maar ik wil wat meer mensen en wat meer geld in mijn park. Ik moet sowieso een lening afbetalen. Oh, die heb ik bijna afgelost. Oké. Misschien kijk ik best wel heel veel mensen heel snel in mijn park. Dus ik heb best wel chill. Oké, we gaan even in het tijdschrift voor ouders. Dan gaan we praten over House of Fun. 192 euro. Misschien komen er een klein beetje mensen erbij. Dat zou heel erg chill zijn. Oké, die spawnen. Die spawnen gewoon daar. Dat is ook handig om te weten. Even wachten. Tot we een beetje geld erbij hebben. We gaan zo hier een achtbaantje bouwen. Want voor hier moet ik uit mijn lening afgelost hebben. En twee achtbanen hebben. Hier zijn drie achtbanen. Maar minimale lengte is op zich denk ik geen probleem. Maar die maximale snelheid is echt wel een probleem. Ik kan langzaamaan eens een beginnetje maken. Ik kan gewoon een goedkoop mogelijk achtbaan ooit bouwen. Dit kan ik gewoon heel goedkoop zo doen. Heel makkelijk. Een kleine kinderachtbaantje. En zo heel langzaam daar naartoe terug. Maar waar is mijn gamer op pauze? Dat ik helemaal niets gezegd had moest. Gadverjasses. Weet je, dit is nooit 300 meter. Dat kan niet. Het kan nooit geen 300 meter zijn. Het kost 109. Dan zo'n klein rondje hier doorheen. En dan moet ik wel redelijk eraan zitten. Althans, dat hoop ik. Dat we redelijk goed daar gaan zitten. Deze kost dus 108. Dus dan weer een min. Mwahaha. Zo, geld verdienen. Waar zijn eigenlijk bomen onder water? Vrij apart. Maar zo heeft hij dus een ding. Sommige mensen zijn ook liever onder water. Dan boven water. Maar hé, dat kan ik eraan veranderen. Ja, kan hij dat redden? Nee, ik kan geen idee. Ik kan geen manier verzinnen. Ik kan zelf wel een manier verzinnen. Hoe we dit gaan doen. Ik kan het best wel schuin laten lopen. Als de goede kant op is. Ja, dat kan. 66 euro. Op je muil. Oké, en dit kan nu en ik wel. Vrij apart. Maar oké. Het kan. Kan ik überhaupt heel makkelijk nu bijkomen? 5,5. Ja, dat kan. Kijk eens. Ik kan er wel bijkomen. Nee, het duurt gewoon eventjes. Ik zag dat wel heel hard op deze manier. Gewoon even lekker rustig erin gaan zitten. Ik denk dat deze achtbaan nou gewoon gaat. Maar ik moet echt niet dat deze achtbaan nou heel hard of heel langzaam eigenlijk gaat. Het gaat gewoon puur om die lengte. Die vind ik gewoon even belangrijk. Die moet juist zijn. Als die helemaal juist is, dan is er perfecte mentos. Maar dat is hij denk ik niet. Het is nooit 380 meter. Kan bijna niet.
kan nooit 380 meter zijn. Als het echt zo is, dan ga ik live een bezem opeten. Bijna, wel bijna. Oh, 310 meter maar. Oh. Oh. Wait a second. Dat moet wel lukken. 310 meter. Wacht maar even. Het gewoon zo lukken. Zo nog hoger ook nog. Oh my god. Het is misschien niet zo'n heel goed idee wat ik nu aan het doen ben. Maar even moeten toch nog snel iets gaan verzinnen. Nog makkelijk die kant op komen. Wat meer ruimte hier tussen gaan bouwen. In welke hoogte is dat? 12,8 meter. Oh, dat zou te doen moeten zijn. Als ik echt eerlijk mag zijn. 12,08. Niet gevraagd geld om het te voltooien, maar toch is het voltooid. Even kijken. Kan je dit allemaal halen? Dat is even de vraag. Zo die eerste bult gaat hij hem zo makkelijk halen. Wees trouwens ook, dat er extra ketting ligt. Ik kan kettinggeluid maken, I don't know. Kijk. Is aan. Dan weet je waarschijnlijk hoe ik zo wel gehaald. Die 310 meter. Zo niet? Dan weet ik het ook niet meer. Even kijken. Meen je dit? Ik kom precies één baasstukje tekort om dat te halen. Jezus, als het zo moet. Tik, tik. Hoe ik zo zat heb. Nog niet gaat dat. Zo, zo kan die wel. Het landschap wordt er natuurlijk niet mooier op. Maar I don't freaking care. Even zo'n inzet, als ik haalt. Lekker snel. Nou, dat heeft hij in ieder geval gehaald. Is hij ook de lengte wat hij moet hebben? 324, oké. Okay. Max snelheid is 58. Oké, dit heeft hij hoezo gehaald. Nou, open moet ik eens goed gehaald hebben. Bravo. Oké, in ieder geval we hebben wat gehaald. Ik kan god niet meer precies wat ik allemaal gekregen heb, maar oké. Dat we de treintjes wat langer kunnen maken. Wat meer treintjes op de attractie kunnen laten rijden. Maximaal 6, zo kunnen we maximaal 8. Maar ik had toch liever 8. Welke paar hebben we hier liggen, dit? Ja. Boe. Kijk, in één keer goed. Ik moet architect worden, jongen. Alleen heb ik niet genoeg geld. Are you freaking kidding? Ziet er wel heel random eigenlijk uit. Ik kan voor deze achtbaan redelijk gewoon 3 euro vragen eigenlijk. Maar dan gaan de mensen er toch wel in. Uiteindelijk. Dus even kijken, wat gaat er gebeuren? Gaan mensen erin? Ze hebben het ervoor over. Maar hoe denken ze er over? Is echt wel zijn geld waard. Holy shit. Ik wil 4 euro voor vragen. Echt wel zijn geld waard. Ga niet zeggen dat ik wel 4,50 voor kan vragen, hè? Zonder mensen zich afgezet voelen.
Zo valt het echt niet voor over hoor, voor één zo'n ritje. Jezus, mensen gewoon voor betalen zoveel. Even een nieuwe schoonmaker. Ik krijg even een gebiedje aangewezen van mij. Dit gebied. Betrouwbaarheid is heel laag. Monteur. Komen jij. Even opleiden. Ik moet echt meer beter schoonmakers hebben. Heb jij geen vaste route? Stel dat je een vaste route gaat krijgen. Wat is schoonmaker nog steeds net ontslag genomen? Op, jij krijgt dit hele gebied. Plus dit kleine stukje erbij. En ik wil ook eerst een klein beetje lening gaan aflossen. Dat scheelt mij iedere maand weer wat geld. Ik ben echt zo'n type die echt meteen lening wil, zo snel mogelijk eigenlijk wil aflossen. Puur omdat ik gewoon zoveel geld scheelt. Maar echt aan mijn verkoop aan drank en alles en die meuk scheelt echt zoveel geld. Is dat maar 19 euro in de maand. Maar hey, alle kleine beetjes helpen. Om niet failliet te kunnen gaan. Even een nieuwe reclamecampagne. In de schoolkrant. Voor 2 weken vind ik ook wel mooi. Maar laten we eerst even een nieuwe attractie doen. Schoolkrant. 6 weken. Dus er komen een keer wat mensen op af. Met jonge kinderen. Dat Achtbaan echt immens populair is. Dan worden snel even iets omhoog zetten van de ketting. De ritjes tenminste iets sneller. Hoe sneller de mensen gaan, hoe sneller je geld binnenkrijgt. Dat is ook iets heel belangrijks. Kijk. Daar gaan de mensen. En ik heb het nog steeds niet te hard. Ik zie gewoon het geld dat gewoon binnenstroomt, jongen. Ziek. Niet normaal. Hoe snel. En hoeveel monies. Vooral deze achtbaan doet het echt gewoon perfect. Oké, ik moet echt meer onderhoudsmonteurs hebben. Heel veel meer. Nou, jij mag ook wel controle, die mag een controle hebben eigenlijk. Eigenlijk ook wel. Dit mag ook wel een keer een controletje hebben. Dit ook om de 10 minuutjes. Oh, 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 lening. Plop. En dit mag wel een stukje naar beneden. Ja, mijn prijs wordt het veiligste park. En safari speelgoed. Even kijken. Hoeveel levert deze achtbaan eigenlijk voor nu op? Heeft me nu al gewoon dat 1042 opgeleverd. Zou ik die intrapijs nog eens kunnen verhogen eigenlijk? Misschien 5 euro redden. Dat kunnen redden. Als dat zo is, hè, kan ik gewoon in de volgende rit gewoon mijn complete lening afbetalen. En dan kan ik compleet focus op de missie halen. Al die 8 banen. Nou, misschien niet deze ronde, maar... Ik ga niet zoveel betalen. Nou, dat is toch net iets te veel voor het goede. In ieder geval, een deel van de missie heb ik afgerond. Betaalde lening af. Dus ik heb nog zo'n junior 8-baan bij gaan bouwen. Die kosten namelijk niet zo heel veel. Volgens mij kost een houten achtbaan ook niet zo heel veel. Nee, deze kost op zich niet zo heel erg veel. Dus
Dus ik kan hier bijbouwen. Maar we gaan die attractie bouwen, deze achtbaan, in de volgende episode van Rollercoaster Tycoon 3. Misschien wel laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!